Goedenavond, beste mensen. We gaan beginnen met het officiële gedeelte van deze avond. U weet waarvoor u gekomen bent waarschijnlijk. Het is de geboorte, de oprichting van de supportersclub Witse. Met IE. Ik begon in 2009 met zijn Belgische titel bij de juniors. Vorig jaar was het dan denk ik brons bij de belofte en dit jaar zilver bij de belofte. En wat viel ons daarbij erg op, dat hij niet alleen op de fiets goed is, maar ook zo'n huldiging, beste mensen, gaat hem zeer goed af. Hij komt zelfs zeker over, spraakzaam, humor, gezelligheid. Dat podium, dat ligt hem wel, dat is duidelijk. Ik vind het super, als je veel supporters hebt, sta je toch altijd sterker in hetgeen wat je doet. Als je nu rijdt over die omloop en je ziet dan sommige mensen, zie je die echt een beetje niet staan en zo, en stimuleert je dat? Je ziet ze niet echt staan, maar je voelt wel dat ze er zijn. En als je regelmatig je naam hoort vallen, en meestal zijn er zo enkele rijen of enkele plaatsen waar dat ze wat gegroepeerd staan. Ja, en dan voel je natuurlijk wel direct van, ja, die plaats, daar staan ze vooral, maar echt zien gaat natuurlijk op het moment niet, want je bent zo bezig met je koers te rijden. Maar je voelt altijd dat ze aanwezig zijn en je hoort regelmatig je naam. Dus ja, het is altijd een extra stimulans, dus dat is super. Wij leerden Witse in Rubbervoort kennen. Aan cyclocross moesten wij nog even wennen. Intussen kennen wij er wel wat van. Staan op de eerste rij, als dat kan. Vanaf toen zijn we alle weken gaan kijken of Witse weer op podium zou prijken. Bij de juniors was je Belgisch kampioen. Wanneer ga je dat nog eens doen? Ik heb dus de website geprogrammeerd voor de Witte. En dit is het dus. Iedereen die voor vanavond inschreef en vanavond zelf inschrijft, nog tot 10 uur, maakt kans om een heel aantal mooie prijzen. Dan mogen de Genkies in en neer. We hebben een helikopterpluk, we hebben een trui en we hebben 3 duo tickets, een VIP. Oh, daar of een vrije keuze, GBA-cross.